Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het dan allemaal voor gekkigheid? We zitten hier op karren en maar we zijn voor de Piccola Italia. La Piccola Italia. En we zitten hier natuurlijk niet voor niks. Of jullie zitten hier niet voor niks. Nee, dat zitten we zeker. Vertel eens allemaal, want we hebben nieuws en we hebben dingen. En laat ik even beginnen bij Astrid. Astrid, jij hebt groot nieuws. Dat, ik heb groot nieuws, inderdaad. Nou, zoals je ziet, ik werk bij La Piccola Italia. Bij Lina. En ik ga de zaak verlaten. Omdat ik een lunchroom ga beginnen. En waar ga jij een lunchroom beginnen? Op de Nieuwe Burg. Wat nu? Welke zaak is dat nu? Dat is nu Imagine. En dat wordt een andere naam. En het gaat heten Lokaal 39. Oh, dat wist ik ook nog niet. 39. En wij gaan werken met lokale producten en lokale ondernemers. Zoveel mogelijk. Ik stap heel even klein, want het is hartstikke druk op het Damplein vandaag. Ja. Dit vroege tijdstip. Hallo. Hallo. Kijk, je kan er net langs. Hey, maar Lokaal 39, en per wanneer ga je dat doen? En, In januari kregen wij de sleutel. En wij hopen eind januari open te gaan. Ja, dat is wel heel spannend. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Lina, maar jij verliest een gewaardeerde medewerkster. Ja, dat klopt. Astrid heeft bijna een jaar bij ons gewerkt. En hartstikke leuk en hartstikke gezellig. Maar goed, als iemand de droom heeft om voor zichzelf te beginnen en deze kans krijgt om te gaan doen, juichen we dat natuurlijk alleen maar toe. Ja, en, daar komen en gaan wel meer mensen natuurlijk. Zeker, zo gaat het. Maar ondertussen ben jij hier ook met van alles bezig, want jullie hebben ook een hele grote nieuwe oven, zag ik daarnet. Ja, klopt. Nou ja, goed, na jarenlang te hebben gebakken op festiviteiten met deze houtovens, was de droom om dat binnen te hebben natuurlijk ook altijd aanwezig. En dat hebben we gerealiseerd nu. Maar jullie hebben ook nog een feest, dus dan... In januari gaan we hem inbakken met een knal. Nou, dat is heel goed. Deze ben je uitgenodigd. Ja, dan kom ik in januari ook even kijken. Altijd lekker, een goede pizza. Maar Astrid, nog even terug naar jou. Wanneer ga je nou precies open en wat is precies het tijdschema? 1 januari gaan wij een beetje klussen, leuk in te richten, anders in te richten, een beetje opfrissen. En eind januari, begin februari, dat hoor je nog, gaan wij open. Ja, precies. En je zegt steeds we? In principe ga ik de zaak runnen, leiden. Ik ga erin werken. Maar ik heb samen met Leo de zaak gekocht, laat ik het zo maar precies, zeggen. Dus met tweetjes. Nou, dat is maar Leo heeft zijn eigen baan en dat blijft ook zo. Ja, precies. Gewoon ter ondersteuning en lering en de vermaak en dergelijke. Ja, alles, ja. Ja, want het is wel voor de eerste keer dat je een eigen onderneming gaat doen. De eerste keer, Maar hoeveel jaar horeca-ervaring heb jij? Want ik heb je ooit leren kennen, toen werkte je al in de officiersmes van de kazerne Klopt. Middelburg. Ja, daar heb ik al 1991. Ja. Dus maar we zijn nog geen 20 meer. Ja, nou, vanaf mijn 17e. Ja, dus gewoon ik heel... Ik ga nu even geen leeftijd noemen natuurlijk. Heel maar zeker ruim 30 jaar. Ja, het is echt... Nou, hartstikke leuk dat je voor jezelf gaat. Dankjewel. Ook daar komen we natuurlijk weer kijken. En naar jou zien we dan ook in januari. Zeker. En ik wens jullie sowieso veel geluk met alles. Dankjewel. Dankjewel.